In Valthermond zijn woensdagochtend 5 stolpersteiners gelegd. De struikelstenen liggen bij de voormalige woning van de Joodse slager Daniel Lezer aan het Zuiderdiep, naast kerk nummer 11. De stenen zijn gelegd voor Lezer en zijn gezin. Zij kwamen alle om tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor Ria Smaal en Alberta Smaal was het extra bijzonder. Hun moeder was vroeger dienstmeisje bij de familie Lezer. Ik moest wel even slikken, want vooral dat verhaal. Mijn moeder was eigenlijk een keiharde vrouw. Maar altijd, als ze vertelde over die Joodse familie en dan vooral over dat kleine jongetje. En als ze dat dan vertelde, dan kreeg ze echt de tranen altijd in de ogen. Dan was ze al wel in de 80, hoor. Dat kon ze niet met droge ogen vertellen. Toch wel iets, want het heeft haar altijd bezig gehouden en nooit meer losgelaten. En ze was ook gewoon, dat vond ze van die kindertjes, vond ze dan ook zo sneu. Dat vond ze best wel emotioneel onder als ze dat vertelde. Jan Ottens deed lange tijd onderzoek naar de familie Lezer. Op zoek naar anekdotes. Zo kreeg hij van het vroegere buurjongetje van de Lezers te horen dat Daniel wel van een geintje hield. Bij de sluis was een reling. En Lezer vroeg aan de jongens of ze al over de reling konden lopen. En als ze dat konden, kregen ze een halve stuiver. Dat bleek best moeilijk te zijn. En de een en andere viel van de reling. Met als gevolg aan iedere kant van de reling een been. Dat voor de jongens erg pijnlijk was. Maar Lezer stond erbij te lachen. Met de beelden van de oorlog in Oekraïne op het netvlies prijzen de zussen Smaal zich gelukkig in vrijheid te kunnen leven. We staan daar volgens hen dan ook te weinig bij stil. Daarom is het ook mooi dat hier de jeugd aanwezig is. Want straks, wij kunnen het niet meer doorvertellen op wat we weten. Maar voor kinderen is het zo vanzelfsprekend. De struikelstenen liggen nu bij Zuiderdiep 506. Om ze te kunnen lezen moet je buigen voor degenen die de oorlog niet hebben overleefd. Om op die manier het nooit te zullen vergeten. Ze pakten hun koffers. Keken misschien nog even om naar de kerk in de oude sluis. Vader en moeder en 3 kinderen. Ze kwamen nooit meer thuis.